Ik start vrij goed eigenlijk nog van op de tweede rij. Maar ja, de enige manier om op het strand daar vooruit te komen, dat was eigenlijk in het water. En ja, dat krijg ik een beetje kou van achteraf. En ik kreeg zo wat koude handen en dan zit je wat verkleumd op de fiets. En in het zand is dat niet het beste wat je kunt hebben eigenlijk. En dan weet ik die tweede, derde ronde niet, naar mijn gevoel, niet goed op het zand reed. En ja, ik denk dat ik daar een beetje het podium verlies. Ja, ik probeerde daar nog wel een poging te doen, maar Toon was vrij snel buiten schot eigenlijk, had ik het gevoel, al dat Pidcock op het einde toch nog wel kort kwam. Ik heb op het einde ook nog veel kunnen goedmaken, dus het zwaartepunt lag sowieso die laatste twee ronden. Ja. Je meekte heel erg op die derde plaats, dat wordt dan de vijfde plaats. Wat gevoel overheerst dan? Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden. Ik denk dat ik misschien als ik mijn wedstrijd iets anders aanpak, dat ik ook op dat podium kan staan. Maar kijk, het is gereden en er kan niks meer aan veranderd worden. Ja. Wat kreeg je mee van de voorste, van het duel van de Poel van Aert? Niet echt veel. Ik hoorde wel dat Mathieu viel tweede ronde, denk ik, of zoiets. En dan een beetje later reed Wout Plat. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt veel... meegekregen, heb ik mijn eigen wedstrijd ook gereden. Ja. Het WK lijkt een rondje korter te zijn dan normaal gesproken. Hè? Van de Poel finishte binnen het uur. Ja, ik heb eigenlijk niet naar de tijd gekeken, maar gezien de weersomstandigheden en al, kan dat nu wel niet echt kwaad vonden. Het had ook niet lang hoeven duren. Ja, uiteindelijk, ik reed nog wel goed op het einde, dus voor mij had het nog wel gemogen, maar ik ben toch blij dat ik iets warmer aangekleed ben. Ja. Yeah.